directeur van het Institute for Financial Crime. 28 mei aanstaande bestaan we 2 jaar. Toen hadden we niet bedacht dat we een verkiezingsdebat zouden gaan organiseren om aandacht te vragen van die politiek, van een naar onze mening inmiddels zeer fors probleem, fraude en corruptie in Nederland. Nico. Ik ben nummer 3 op de kandidatenlijst van de Piratenpartij. En ik heb mijn hele leven gewerkt in ICT. En sinds die financiële crisis heb ik ook wat ingelezen in het financiële systeem en wat daar zoal in gefraudeerd wordt. Ik ben heel benieuwd naar jouw stelling, althans naar jouw argument. Dames en heren, financiële economische criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat alleen maar lijkt toe te nemen en de daarmee gepaardgaande crisis ook. Fraude kent een geschatte omvang van 11 miljard euro en de schade voor bedrijven wordt geschat op 46 miljard euro. De stelling 1 is: de urgentie van een degelijke aanpak van financiële economische criminaliteit is inmiddels zo groot dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. Maar als ik dan in de stelling lees 11 miljard, dan is het eerste wat in mij opkomt: oh, het zal vast wel een veelvoud daarvan zijn. En een degelijke aanpak, natuurlijk is iedereen het eens met een degelijke aanpak. De vraag is: wat is die degelijke aanpak? Wat de Piratenpartij voor staat, is hoe meer je te zeggen hebt in een bedrijf of in een overheid, is hoe meer transparantie je moet betrachten. Dus hoe meer macht je hebt, hoe meer je moet laten zien hoe je tot je afwegingen komt. Dat is de ene kant van die aanpak op deze stelling. Andere kant, en dat gaat wel weer in op cyber, wat je net ook zegt. Alle financiële transacties vinden plaats, niet fysiek met aanraakbaar geld, maar elektronisch. En wij zijn voornemens het ministerie van Digitale Infrastructuur in te richten. Nou, laten we daar nog maar gelijk mee beginnen. Wat vindt de regering van dat idee, om een apart ministerie? Nou, ik weet niet of dat nodig is. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma ook heel veel aandacht voor ICT. Daar hebben we ook een apart hoofdstuk over geschreven. Kijk, de structuren van ministeries, de een wil een ministerie van sport en de ander wil een ministerie van duurzaamheid, staat vast. ICT heeft uiteraard zijn open deur de komende jaren ontzettend veel voor aandacht nodig. En je ziet juist, denk ik, daar capaciteit, maar ook kwaliteit, voldoende goed opgeleide regisseurs, ja, die hebben we echt nodig. En dan moet je volgens mij niet zo zoeken naar allerlei nieuwe clubs, maar denk nou gewoon het basisniveau. De financiële deskundigheid met politie brengt die nou in eerste instantie door. Ja, en dat vind jij een ingrijpende maatregel? Nou, dat is geen ingrijpende maatregel, maar dat is wel de meest basale maatregel. Want het zit er niet in weer een nieuw clubje. Daar kun je best over nadenken om daar eens een keer te kijken van wat je moet doorbreken. Maar we hebben natuurlijk een politie, we hebben een openbaar ministerie, maar die worstelt er gewoon met een enorm capaciteits- en kwaliteitsprobleem. Nico? Ja, wat je net als voorbeeld gaf is die wijkagent, dat werd genoemd. En in die context wil ik iets zeggen over de aanpak van drugscriminaliteit. Want een groot deel van ons opsporingsapparaat is daarop gericht. Daar gaat heel veel geld in opsporing naartoe. Wat de Piratenpartij voornemens is om te zeggen, nou, doe in ieder geval cannabis helemaal vrijgeven. Dat hoef je niet strafrechtelijk te doen en de rest van de drugs reguleren. Zodat dat gecontroleerd onder medisch toezicht valt en niet onder strafrecht. En met die maatregel krijg je een enorme ruimte in je opsporingsapparaat vrij. En daar ga je gericht mensen optreden. Ja. Als we het hebben over drugscriminaliteit, hè, want er is ook nog andere drugs, dat ook iedereen dat zou zeggen. Als we het hebben over prostitutie, dat ook iedereen dat zou zeggen. Als we het hebben over inbraken, dat ook iedereen dat zou zeggen. Dus je moet er echt prioriteit aan geven. En vervolgens moet er ook geld bij. En dat zie je wel in veel verkiezingsprogramma's terugkomen, ook in de onze, die van de PvdA, dat er gewoon in geïnvesteerd moet worden. En ook in kwaliteit voor mensen. Want je hebt nogal wat financiële kennis nodig. Ook ICT-kennis. Als je met bitcoins ziet wat daar allemaal mee gebeurt en wat daarmee wordt afgerekend nu. Er is echt gewoon expertise voor nodig die er nu niet is. Dus dan kunnen we wel heel makkelijk zeggen, we richten een autoriteit op, dan moeten we gewoon mensen hebben die dat gaan doen. Bitcoin werd genoemd in associatie met fraude. Bitcoin heeft net zoveel met fraude te maken als de dollar of de euro. Je kan er namelijk transacties in afhandelen. Oh. En bij Bitcoin is het. Nou, daar reageren ze op. En bij Bitcoin is het voordeel dat je een publiek groothoek hebt. Dus dat iedereen kan zien hoe die transacties gedaan zijn. Dus in die zin is het transparanter dan de reguliere munten. En een opmerking op privacy. We hebben privacy niet bedacht als beschermmiddel voor criminelen, maar als checks en balances tegen een te machtige overheid. En die privacy opgeven is een burgerrecht opgeven en je overgeven aan een overheid. Goed, stelling 2, daar houden we. Fraude kent verschillende verschijningsvormen en de aanpak is versnipperd. De tijd van vrijblijvend samenwerking in casuïstische gevallen is voorbij. Het wordt tijd voor een structurele en duurzame verbetering, waarbij niet alleen kennis wordt gedeeld, maar ook gezamenlijk kennis wordt ontwikkeld. Dit met het oog op de innovatie, digitalisering en internationalisering. En de stelling luidt: om fraude te bestrijden en te voorkomen, moet de samenwerking tussen overheid en private partijen onder het nieuwe kabinet in goede vorm worden verbeterd, aangejaagd
en aansturen. Nou, ik las het woord digitalisering, ik kan net op je achtergrond, misschien jij als eerste je 30 seconden. Niemand is tegen een goede samenwerking tussen overheid en private partijen, dat kan ik je op voorhand aangeven. Het ding met private partijen is wel dat ze private belangen dienen. En dat soort partijen een onderdeel maken van fraudeopsporing vind ik een hele eenmaal. Dat is de juiste tegenstelling. Hartelijk dank, heren. Dan gaan we door naar stelling 4. Ik lees voor. Informatieuitwisseling op nationaal en internationaal niveau moet worden versterkt. Dit betekent dat wet en regelgeving moet worden aangepast en eventuele belemmeringen, zoals privacy, moet worden weggenomen. De stelling luidt als volgt. Informatie tussen publiek en private partijen moet zonder belemmeringen uitgewisseld kunnen worden, zowel in het kader van preventie als detectie. Is dat in de Rico? Ja, mijn reactie zou inhaken op het punt wat je maakt vanuit VVD, dat er geen wet is of zo waar privacy verankerd is. Die is er wel, dus de grondwet. Het probleem wat we in Nederland hebben is dat die grondwet niet getoetst wordt en dat nieuwe wetten ook niet aan die grondwet getoetst worden. Dus ik zou zeggen, richt een constitutioneel hof in Nederland, heel gebruikelijk in westerse democratieën, zodat ook die privacy daardoor niet aan de kant gezet wordt voor veronderstelde belangen. Je gaat niet privégegevens delen met andere overheden. We zijn allemaal een beetje bang voor Trump, daar liggen onze gegevens, dat is verstandig, maar zeker niet met private bedrijven, dat is het punt van Google en Facebook wat je net noemde. Nou, wat vind je met op die week uitkomen? Rico. Ja, drugs is al een paar keer genoemd. Ik maak de opmerking ook al eerder in dit debat. Als je nou gewoon harddrugs decriminaliseert en softdrugs vrijgeeft, dan geeft dat een enorme ruimte en dan valt daar niks te ondermijnen en dan kan je dat gewoon controleren en reguleren. De ondermijning is de doodsteek van de democratie en vrijheid, staat in de vette letters. Als ik dat buiten de context van de kleine lettertjes plaats, dan is dat misschien wel een van de redenen dat de Piratenpartij groeit. Want juist die democratie en vrijheid staat onder druk. En juist die ondermijning vindt ook plaats vanuit Den Haag. En transparantie, open overheid, een aanpassing van de wet openbaar van bestuur, de WOO, nu, is waar het grootste winst in te maken valt. Ondermijning vanuit Den Haag, daar zullen we hier straks best wel op reageren. Ik ben niet zo'n voorstander om voor elk probleem een nieuw clubje of een nieuwe instelling op te richten. Serieus nemen, maar volgens mij neemt het serieus. En wat volgens mij een heel belangrijke factor is in de bestrijding van corruptie, is een vrije pers. Vrije kritische pers die goed kritisch kijkt. Wat doen bestuurders en wat gaat er mis? En die hebben we kunnen redden. Ja, vrije pers, dan gaat dat grijpt weer terug op dat echte privacy. Je moet gewoon kunnen praten met de pers zonder dat je afgeluisterd bent. Je maakte het punt van Oekraïne, de manier waarop we zijn omgegaan met dat onderzoek naar NH17 en daarna het associatieverdrag, om ze maar even in één zin te noemen, had transparanter gekund en dat had voor het vertrouwen in de politiek goed geweest. Kijk, als er een ambtsmisdrijf gepleegd wordt, dan is het volgens mij is dat. Ik ben daar niet in de zaken deskundig, maar dat is volgens mij goed geregeld in Nederland. En de vraag was hier, een onafhankelijk toezichthouder, die hebben we al. De onafhankelijk toezichthouder in Nederland, dat zijn wij met elkaar. Dat is de bevolking. Wij controleren de overheid. De vraag is hoe transparant eisen we van ze dat ze zijn. Transparant zo'n bestuur is het punt dat ik al veel eerder maak. Dat punt daar klokbaar, dus dat is essentieel en dat is hier ook fijn dat dat nu genoemd wordt. Ik denk, huis van Klokkenluid is misschien een leuk beginnetje, maar het is onvoldoende. We moeten in Nederland een betere infrastructuur bouwen, zodat je op een veilige manier je verhaal kan doen. Nou, dat is zo. En ook een veilige plek om aan die klok te luiden. Niet alleen een grotere klok. En ook dat je financieel veilig voelt op het moment dat je klok luidt. Want het raakt alles aan je bestaan op het moment dat je iets naar buiten brengt. En die bescherming moet er ook zijn voor Klokkenluid. Dat staat ook in ons programma. Ja, en een asiel voor Snowden wil ik graag. Ja, dat was wel belangrijk. Je mag ze kopiëren, we zijn erg voor kopiëren. Ja, of andersom. Ja. Nou, ik heb de tijd die ik voor de afronding gebruikt om toch nog even die laatste stelling naar voren te brengen en de heren de gelegenheid te geven dat te doen. We zijn daarmee aan het einde gekomen van deze middag, tenminste bijna aan het einde, er staat nog een borrel. Maar voordat ik u daarvoor uitnodig, zal Vanessa of Arthur nog even doen. En ik dank in ieder geval de heren voor de zeer gedisciplineerde wijze van debatteren met elkaar. En ik wens u in de komende periode heel veel succes. Dank u wel.